kijkers en luisteraars. Dit is aflevering 193 van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. De hoofdpunten voor deze week zijn: VP Brunswijk beantwoordt vragen van de media. Bestuur Chinese stad Wenzhou bezoekt Suriname. VP Brunswijk bewijst Frank Cameron laatste eer. En vechter Abena maakt VP Brunswijk deelgenoot van Glory Zege. De aanpak van de criminaliteit vereist een gedegen planning. Zo heeft vicepresident Ronnie Brunswijk op woensdag 26 juni voor aanvang van de Raad van Ministers laten doorschemeren. De VP heeft bij deze gelegenheid zijn licht op meerdere actuele zaken laten schijnen. Hij ging in op vragen van de media betreffende onder meer de veiligheid in het binnenland en de verkiezingscampagne van zijn politieke organisatie. Dus kijk, vooral dat gaat over heel in het binnenland. En mensen die bekend staan en mensen die weten van zaken, moeten die mensen ook kunnen luisteren. De veiligheid moet ook kunnen luisteren. En adviezen van mensen die gebieden kennen, nemen. Maar in ieder geval, we gaan het weer bespreken vandaag. En dan zal ik mijn punt daar maken. Maar het is wel zorgwekkend. En dat alle ondernemers nu bang zijn om in het binnenland te zijn. Zelf mensen van Kabalebo die naar de stad moeten komen zijn bang. Andere mensen gaan dan via Nikeri. Want elke dag wordt daar op de weg mensen beroofd. Die mensen zijn echt bezorgd. Dit ligt niet aan middelen. Dit moet je goed organiseren. Als je weet dat er elke keer daar geroepen wordt, dan moet je zodanig je planning maken dat je preventief gaat optreden. Defensie is ondersteunend, maar wanneer het gaat over veiligheid, dan praten we over politie. En de politie moet het werk beter gaan doen. Ik kom net van Kayana, het Lango gebied. Ik ben vanaf gisteren daar. En de noden van die mensen zijn heel hoog en ik was daar en vandaag zou ik terugkeren en zeg van als die vliegtuig leeg komt, dus laten we alvast die mensen gewoon alleen. Als het alleen maar reist, kunnen we gewoon een aantal zakken reis meegenomen voor die mensen. Kijk, het gebied is heel moeilijk om naar daar te gaan. Als je de boot pakt bij Atjoni, dan kom je helemaal bij Tapawatra, bij Jumu. Dan moet je alles weer uitladen, dan moet je weer showen voordat je weer een uur varen naar het dorp daar. Dus daar is het heel moeilijk begaanbaar. Nou, campagne, laat maar zeggen dat vanaf dag 1 na onze aantreden heb ik nooit meer stilgelegen of gezeten. Ben ik elke keer weer op het veld. En ik heb die mensen ook gezegd dat wanneer je bijvoorbeeld leiding geeft van het land, dat je alle hoeken van het land moet kennen. Dat je niet alleen Paramaribo bijvoorbeeld, je bent, sommige mensen zeggen van ja, sommige partijleider. Ik heb ze laatst gezegd van, als je leider bent, je bent een partijleider, een voorzitter van een partij, dan moet je ook Suriname kennen. Dan moet je ook die gebieden kennen, je moet ook daar gaan slapen, zodat je die noden van die mensen. Anders kan je alleen maar Paramaribo en Wanica doen. En misschien is het bewust dat men die nieuwe gestelsel zegt, dat Paramaribo en Wanica alleen gaat beslissen van het hele land. Want Paramaribo en Wanica hebben 38 zetels. Dat betekent de rest mag stikken. Want deze twee districten kunnen alleen maar bepalen voor het hele land. Meer zelf, meer dan 2/3 meerderheid zitten hier. Waardoor ik zie al dat niemand meer zich druk maakt. Want als het was niet landelijk, dan zou je zien dat zoveel partijen zou al binnenland hebben al aangedaan. Nooit zijn één partij nadat er een landelijke ding is gebeurd. Niemand is nog daar gegaan. Niet in enkele partijvoorzitter weer naar een andere plaats gegaan. Dus dan zie je dat men al hebben gevonden wat ze willen. Paramaribo en Wanica gaan voor ons bepalen in Suriname. Goed, dan laten we dat doen. Dat is de democratie. Ik geef alleen maar aan dat twee districten dat bepalen. Maar daarom ben ik ook in Paramaribo en Wanica toch. Want we weten dat hier de knikkers liggen en we werken hard hier. Maar ik heb het over
Als je het binnenland niet kent, als je die plaatsen niet kent, hoe ga je dan inspelen in die noden van die mensen? Daarover heb ik het. Het bestuur van de Chinese stad Wenzhou heeft de afgelopen week een bezoek gebracht aan Suriname. Dit gebeurde op uitnodiging van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Er werd een bezoek gebracht aan het Confucius Instituut, waarna men zich in het stadscentrum heeft georiënteerd met een stop bij Fort Zeelandia en het Onafhankelijkheidsplein. Tijdens het verblijf in Suriname zijn er in Bamboo Green Garden gesprekken gevoerd met Chinese zakenlieden. Bij deze gelegenheid waren onder meer VP Brunswijk, de Chinese ambassadeur Han Ying en Rosminister Gracia Emmanuel aanwezig. VP Brunswijk stond stil bij de band met China en prees de inzet van de Chinese gemeenschap in Suriname. Hij benadrukte dat zij een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land, ook op bestuurlijk niveau. Een stukje rijkdom in handen en ga er goed mee om. Deze woorden sprak vice-president Ronnie Brunswijk op donderdag 27 juni 2024 bij de uitreiking van bereidverklaringen aan bewoners van Albina. De VP benadrukte dat grond ontwikkeling betekent. De mensen moeten dan ook alle moeite doen om zaken tot hun eigendom te maken. Hij wees hen nadrukkelijk op de grondconversie als middel om van de overheid verkregen grond op te kopen. Iedereen, de feliciteren van Albina en de gemeente van Bela. Om te zien hoe je verleert. Veel mensen die zijn zaterdag in een ontwikkeling hebben gegeven. Je verstaan, daarom wil ik de feliciteren van de begin door de boemman naar de jaren die opzien. De Isabelle is een beetje 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 een be
He fights tonight out of Suriname. Welcome back, Donaghy Abena. Donaghy Abena heeft vice-president Ronnie Brunswijk deelgenoot gemaakt van zijn eindzege op de Glory Grand Prix in het lichtzwaar gewicht. Abena werd op zaterdag 8 juni 2024 winnaar van het 8-man tellende evenement in Nederland. De in Suriname geboren Abena, die onder de Surinaamse vlag vecht, heeft op maandag 24 juni zijn opwachting gemaakt bij de VP. De regeringsfunctionaris toonde zich verheugd met het bezoek. De vechter had voor deze gelegenheid zijn kampioenstrofee meegenomen. VP Brunswijk zei dat Abena Suriname niet heeft teleurgesteld en dat het land trots op hem is. Je altijd ik kon tranga en je overwinning is een grote zegen. Aldus de regeringsfunctionaris. Hij merkte op dat Abena Suriname nooit vergeet en altijd terugkomt om zijn overwinning te vieren. Dat was het voor deze aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident, een productie van het directoraat Volkscommunicatie. We zijn er volgende week weer met een gloednieuwe aflevering. Tot dan!